Plots werd een schip opgetild door een enorme wolk. Het balanceerde een paar seconden op de top en stortte dan loodrecht omlaag. Met een enorme schok en het geluid van een hooligan die op een bijaard ramt, knallen we op de bodem van een dal van water. Onze schip was er geweest. Nu was het iedereen voor zich. Gelukkig stond er op het dek een grote kleerkast, een deel van onze vracht. Ik haalde het zeil eraf, maakte de touwen los, sloot mij erin op en wachtte op wat gebeuren zou. Na 3 helse dagen maakte ik een zachte landing. Ik opende de kleerkast en zie, de hemel was opgeklaard en er stond een vriendelijk briesje. Om mij heen weerklonk de wonderlijke klank van wegwaaiende muziek en spelende kinderen. Overal lagen mensen te zonnen. Ik hoefde maar even naar het silhouet van de bouwsels aan de landzijde te kijken om te beseffen dat ik in Oost-Duinkerk was aangespoeld. Ik had het erger kunnen treffen, zo dacht ik. Ik strompelde het strand op dat zeer breed was. Al gauw werd ik aangesproken, of beter, toegesnauwd, door een man met een Antwerps accent. Hij droeg een gele zwembroek en hanteerde een vlieger die duidelijk veel geld had gekost. Hé, meneer, riep de man in die gele zwembroek, doet jij dat thuis ook, uw rommel laten liggen op het strand? Het zou nog al wat worden als iedereen zijn meubels hier zou beginnen dumpen. Beschaamd keerde ik terug naar de vloedlijn. De man had gelijk en bovendien was het niet een beetje trouweloos om de kleerkast die mijn leven had gered zomaar achter te laten.